Antwerp Beproefd, dat is een culinair outdoor festival waar een 30-tal restaurants, topchefs, maar ook speciaalzaken op aanwezig zijn. Dan wordt het noorden van Thailand, vol met Thaise kruiden, citroengras, bergamot, chili, loof. Nathalie, op u, hè? Ik heb vandaag alle chefs, een delegatie van de chefs van Limburg Proeft uitgenodigd om mee te komen naar Antwerpen Proeft. Want in Limburg Proeft, zoals jullie weten, is het de eerste editie. Die zal plaatsvinden op 7, 8 en 9 juni. En in Antwerpen zijn ze al toe aan de 7e editie van Antwerpen Proeft. Dus het is voor de chefs van Limburg zeker ideaal om eens te komen spieken hoe Antwerpen dat doet. Ik denk zeker dat we aan elkaar gewaagd zijn. Wij moeten niet onderdoen voor de grote provincie. We hebben ons ingeschreven voor Limburg Proeft omdat we zijn een startende zaak. We hebben meegedaan aan Mijn Restaurant en we wouden nog wat extra publiciteit. En Limburg Proeft is daar de ideale gelegenheid voor. Ik denk, nu we hier zijn geweest en een beetje gezien hoe dat onze collega's hier in Antwerp Proeft het gedaan hebben, dat we wel klaar zijn voor Limburg Proeft. En ik denk dat het zelfs nog meer motiverend is geweest door vandaag te komen dan voordien. Ik zou zeggen, kom eens kijken, kom eens langs en kom eens proeven. Hè. Overal heel vlot, niet te stijf. Iedereen spreekt met elkaar heel over eigenlijk mooie gerechtjes. En dat vind ik er heel tof aan. Maar ook heel tof is dat die restaurateurs zo bijeen zijn. En dat moeten we meer doen, vind ik. Allemaal restaurateurs bijeenkomen, minder jaloezie. En alleen zo wordt geleend sterker. Het gerechtje voor Antwerpen Proeft 2013 hier. Gecompresseerde komkommer met mieren. Sushi-azijn, gelakt melkvarken, vinaigretje met kleine Thaise granaatje, een beetje oosters geïnspireerd. Ons gerechtje voor dit jaar op Antwerpen Proeft. Ik vond alles echt heel lekker. Ik heb een aantal dingen geproefd, onder andere van Vicky Geunens van het Silt. Dat was echt heel lekker. Maar hetgeen wat er bovenuit staat, moet ik toch zeggen, Nick van La Chapelle en van Sergio, dat was top dat gerecht. Dat was gewoon, ja, nou, ik proef het nog. Dat was echt super. En mannen, zijn we klaar? Absoluut! Op Limburg Proeft!